Nee, dat is echt dom. Wat is er toch aan de hand hier bij dat gat, zoals veel mensen zeggen, van de A50? Allemaal stokken. Ja, ik heb al horen zeggen, maar natuurlijk onzin. Dat is de bond van ouderen die hier wandelstokken kweekt. En een ander zegt, nee, dat is de hockeyclub. Die worden allemaal hockeysticks. Onzin natuurlijk allemaal. Maar wat nou wel is, nou, dan zullen we samen eens gaan bekijken en beluisteren. Deze stekken die komen uit mijn bos. Daar heb ik dus de zalen allemaal uitgebreid staan. En die zijn ongeveer een meter lang. En die zitten zo'n 25, 30 centimeter in de grond. En die heb ik daar allemaal ingeslagen tijdens in februari. En die zijn nu al aan het groeien. En dadelijk in de mei maand, over een week of 6 tot 8, dan zie je daar duidelijk het eerste schot komen aan deze stokken. Het hele gebied, om het zo maar te zeggen, hier, dat wordt puur straks een wilgenbos. Bos. Wilgenbos. We staan hier weer eens bij de A50. In april waren we ook hier. En toen was dit nog een kale vlakte hier voor me, waar stokken geplant werden. Nou zien we intussen dat het inderdaad uitgegroeid is tot dat waar de bedoeling is, wilgenhout. In april was het hier nog een wildernis. En toen heb ik toestemming gekregen van de gemeente Sint-Oederode. En onder auspicie van Maarten Thijssen was dat in de tijd. En die heeft mij de toestemming gegeven om hier willigen te plaatsen. De Salix Alba Sint-Oederode, de originele willig die altijd hier gebruikt is in de laatste 100 jaren. Misschien heeft iemand anders nog een leuk idee of is creatief om een leuke benaming te geven. Ik weet het niet zo uit mijn hoofd. Maar wij werken intussen gewoon door. Doen, Fried. Ja. Bij ons bezoek aan de wekelijkse vrijdagmarkt waren we verbaasd toen we richting Gouden Leeuw keken en onze ogen niet geloofden. Was de Gouden Leeuw in één keer klaar? Nee, maar het was een mooie geste van aannemer Gebroeders van Stiphout om de gemeenschap alvast een voorproefje te geven hoe het er straks uit zal zien. Wij waren erbij om het verhaal mee te spelen. We staan hier voor het vroegere de Gouden Leeuw. Het is zojuist markt geweest en ja, wie zie ik hier? Toch de uitbater van toen, hè? Met zijn dochter. Wat vinden jullie er nou van op dit moment? Nou, ik vind het nou fantastisch dat ze dit geld zo opgelost hebben. Want het was helemaal geen gezicht van de markt. En nou, eigenlijk na 9 jaar vind ik dat gewoon een mooie oplossing. Maar als wij jonger waren geweest, hadden wij het nog niet zo snel verkocht als wij dit geweten hadden. En zeker niet omdat je ook nog een dochter hebt die ook in de horeca zat. Hè? Wat zou dat geweest zijn als je hier gekomen had, hè? Als eigenaar? Ja, het zou geweldig zijn geweest eigenlijk wel. Ja, ja, het ziet er prachtig uit en ja, we zijn er heel blij mee. Zitten er nog mogelijkheden in dat je hier weer eens een keer komt? Ja, wie weet. Ja, het zou kunnen. Ja, ja. Nou, laten we het hopen, hè? Oké, okay, goed. Okay. Ja. Maar ik vind wel, de mannen moeten ook interesse hebben. Want wij hebben dan toevallig dit bedrijf gehad. Maar de vrouwen die moeten voor 100, 110 of 120% achterstaan. Als je er niet aan een horecabedrijf te beginnen. Okay. Maar dat heeft je dochter ook allemaal meegemaakt, dus die weet ervan, hè? Alle twee. De andere ook, die werkt ook in de horeca. Erbij natuurlijk dan. Ja. Maar ja, die hebben, dat zit in de genen, denk ik. Ja, okay. Laten we hopen dat we jullie hier nog een keer ontmoeten. En is het niet dat je er werkt, dan willen we graag een glaasje bier met jullie drinken. Prima. Opnieuw stond Zorgcentrum Odendaal in de positieve belangstelling. Dit keer met de opening van de spelotheek, annex inlooppunt Centrum voor Jeugd en Gezin en de ingebruikneming van de nieuwe speeltuin. Odendaal wordt op deze wijze steeds meer een centrum voor jong en oud. In de samenwerking is het hier een hele mooie speeltuin geworden. En deze week hebben we ook een nieuw Centrum Jeugd en Gezin geopend en de spelotheek heeft een nieuwe plek gekregen in Sint-Oederode. Dus het is een hele feestelijke week voor de jeugd in Rooi. Dus we zijn erg blij dat we hier die speeltuin hebben gerealiseerd. En hier hebben, als je omkijkt, daar ook nog hele mooie nieuwe toestellen gezien. Want die zijn ook vorige week geplaatst. En daar kunnen zowel jong als oud ook gaan bewegen. Nou, ik stel voor dat we de openingshandeling gaan doen. Donderdag 14 april was de opening van het nieuwe Rabo-adviescentrum voor alle bewoners van Sint-Oederode en Schijndel. Mensen die komen kijken, hè, had je dat verwacht? Nee, deze belangstelling had ik absoluut niet verwacht.
Officiële opening vrijdag 400 mensen, zondag open huis van 9:15 tot 6:15. Alles bij elkaar, ik geloof iets van 2500 mensen, de hele dag open podium. 15 groepen uit Schijndel en uit Sint-Oederode die de hele dag muziek, dans en vertier hebben gemaakt. Geweldig. Speciale opening hier van de Rabobank. Ja. En dan denk ik, ja, wat moeten ze nou met een meisje van het weer? Hè? Vertel eens. Ja, de Rabobank houdt zich bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. En toevallig geef ik daar ook verhalen over wat wij zelf kunnen doen. Dus ik houd me niet alleen bezig met het weer, maar ook klimaat en duurzaamheid. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Willen wij over 50 jaar met z'n allen nog gezellig op deze aarde kunnen leven? We krijgen heel veel complimenten van alle mensen die het gebouw bezichtigen. Die vinden het een fantastisch gebouw en daar zijn wij blij om. Het is een coöperatieve Rabobank. Het gebouw is niet alleen van de directie of van de medewerkers. Het gebouw is van heel Schijndel en van heel Rooi. En zo moet het ook voelen en iedereen moet zich hier thuis voelen. Laagdrempelig en graag hier naartoe komen. Donderdag 14 april, op een voor tv-meerij vroege tijd, werd aan de Kasteellaan nabij de Sloef de eerste paal geplaatst van het wandelroutenetwerk Het Groene Woud. Dit paaltje heb ik inderdaad net gezet met Jan van Welsvoort van het IVN. In Het Groene Woud is door 8 gemeenten samen een wandelroutenetwerk opgezet. Alles bij elkaar 1000 kilometer. En door deze eenduidige bewegwijzering is het voor iedereen hartstikke makkelijk om te genieten van Het Groene Woud. Oké. Okay. Hier gaan we staan. We gieten hem over. Oh, zo. We drinken hem niet op. Ik doop nu. Nou, op heel veel bezoekers. Is dat zo? Zou iemand anders zeggen? Dinsdag 3 mei was het even schrikken voor iedereen die op het gemeentehuis werkt of op bezoek kwam. Oorzaak was dat er bijna gelijktijdig twee bedreigingen bij de gemeente en bij de KLPD in Driebergen binnen waren gekomen. Hierna werd het gemeentehuis ontruimd en de medewerkers naar Mariendaal gedirigeerd. Het zal u vanmorgen niet zijn ontgaan. En het feit dat u hier bent bevestigt dat er vanmorgen toch even wat tumult is geweest in het gemeentehuis. Nadat er een signaal was binnengekomen, een dreigtelefoontje via de alarmcentrale, is direct besloten om het gemeentehuis te ontruimen. Dat wij nu pas feiten u te woord kunnen staan, heeft te maken met het signaal wat ik vanuit de politie heb gekregen dat de vermoedelijke verdachte, dat die inmiddels is aangehouden. En dat betekent dus dat daarmee de dreiging voorbij is. Op één been kunnen niet staan, althans niet lang. Maar dat geldt niet voor de Ciconia. De Europese ooievaar overwintert in Afrika. Is ongeveer een meter groot en hij komt in de eerste helft over het algemeen van april terug. Hij bouwt zijn nest, zoals je ziet, op hoge plekken, legt 2 tot 6 eieren en beide vogels, zo lees ik hier, brengen de jongen groot na 30 tot 34 dagen gebroed te hebben. De ooievaar is stom, lees ik, alleen zijn klepperen met de snavel is te horen. Nou, hier aan de Damianenweg bij het perceel van Fons van Boksmeer vinden we een ooievaar. Of het ook daadwerkelijk tot uitbroeden van eieren komt, daar zullen we in een later stadium af moeten wachten. 3 juni. Op het kerkplein in Nijnsel zijn met de zegen van pastor Rens de 6 bromfietsers vertrokken naar Santiago de Compostela. Het is een primeur, want zover wij weten is het nog nooit gebeurd dat een team van bromfietsers zo'n verre reis heeft gemaakt. Ja, we beginnen de pelgrimage hier in Nijnsel natuurlijk, hè, voor de kerk. En dan rijden we in een dag of 15, hopen we, naar Santiago de Compostela. En uiteindelijk is het ook een bedevaartsplaats, laat ik het zo maar even zeggen. Hè? Ja. Dus je gaat er misschien ook wel met een doel naartoe. Dat ze allemaal een Nijnbrommertal krijgen, of hoe zit het? Ja, we doen dat natuurlijk om diverse redenen, maar voor men is het toch wel het avontuur. En of daar religieus een beetje een toon bij zit, ja, dat is heel persoonlijk voor iedereen. Hè? Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die alle zegenen en die beschermen en die thuisbrengen gezond en wel. Allemaal goede reis. Ja, dankjewel. Vrijdag 24 juni opende mevrouw Jeanne van de Kemenade onder grote belangstelling de oude uit 1872 gerestaureerde dorpspomp.
Iedereen was zichtbaar onder de indruk en zeker toen bekend werd dat er niet alleen water uitkomt. Ik wil jullie allemaal feliciteren met een prachtige werkende pomp in Sint-Oederode. Ik ben wethouder volksgezondheid en in dat kader ook ambassadeur. Alcohol 16-min, dat is geen goed begin. Dus bier alleen maar voor mensen van boven de 16. Oké, maar...